ding is dus, ik was helemaal niet van plan deze periode uit huis te gaan. Hey allemaal, ik heb vandaag een nieuwe video en het is op een hele leuke nieuwe setting, namelijk mijn nieuwe huisie. Ja, oh my god. Waarschijnlijk hebben mensen het al een beetje gezien in vlogs, zo niet, kan je die kijken. Al zag ik het zelf, ben ik heel blij met hoe ze tot nu toe aan het worden zijn, de adulting vlogs. Maar ik wil ook gewoon setting video's gaan filmen weer natuurlijk. En dit wordt de eerste setting Q&A video in mijn nieuwe huisie. Dus ik ben oprecht echt excited en ik vind het gekkig ofzo. Dit is gewoon op mijn bank waar ik zit als ik chill en tv kijk. Dus laat me weten wat jullie van de setting vinden. Het is misschien een beetje rommelig. Maar ik vind het zelf wel gewoon gezellig en leuk en cozy. Let's stick to the subject. Wat betekent dat ik het vandaag ga hebben over mijn nieuw huisie, of course. Deze video is een Q&A. En ik heb jullie gevraagd om mij vragen in te sturen over hoe het nou is die eerste paar weken op mezelf. Dat hebben jullie gedaan, dus daar ga ik antwoord op geven. Ik ga ze er even bij pakken. Oké, de eerste vraag is, zitten er wel meerdere vragen over dit onderwerp, zeg maar, ertussen? Hoe ga je om met alleen zijn? Ja... Sowieso ben ik best wel iemand die gewoon op zichzelf is. Ik ben best wel, ja, gewoon een rustig iemand. Ik vind het fijn om alleen te zijn. Ik kan lekker mijn ding doen in mijn eentje. Gewoon totaal compleet genieten van gewoon alleen zijn. Dus ik vind dat helemaal niet vervelend. Tot nu toe. Ik ben natuurlijk nog niet heel lang op mezelf. Misschien is het ook leuk om zo meteen een update video te maken natuurlijk. Het ding is, zeg maar, ik ben best wel... druk. Ik ben best redelijk druk. Ik werk bij Pathé, de bioscoop. Daar werk ik nu 3 tot 4 keer per week. Dat was de laatste vakantieperiode, dus moest ook vaker werken. Bijvoorbeeld gisteren gewerkt van 6 tot 1. En dan ben je al redelijk, tenminste redelijk sociaal. Vaak sta ik kassa. Ik ben ook best wel even sociaal per bezoeker, zeg maar. Tenzij ik echt heel moe word en even een off day heb. Maar normaal gesproken ben ik tegen elke bezoeker even enthousiast en wil ik een babbeltje maken. Dus dat is best wel socially draining, laat maar zeggen. Dus in die zin heb ik op mijn werk al heel veel contact, zeg maar. Veel sociale momenten. Dus daarin hoef ik me al minder alleen te voelen. En als ik thuis ben, dan ben ik op zich wel redelijk afgezonderd. Ga ik heel snel editen. Ik had ook... toevallig laatst dan dus van 6 tot 1 gewerkt. Maar dan heb ik van 10 tot 4 daarvoor geëdit. Dus best wel druk. Gewoon best wel lange dagen. Ik maak natuurlijk video's over mijn leven. En als ik die ga editen, dan herleef ik weer een beetje de vorige week. En ik van, oh ja, was ik daar met die. En toen had ik dat leuke weekendje met die gehad en zo. Dus in die zin voel je dan ook weer niet alleen. Ik heb denk ik nog niet echt de ruimte gehad om me echt alleen te voelen, zeg maar. Het zal denk ik nog wel een ander punt komen dat ik me dat echt... voelde me niet heel erg op een top. En soms juist heel erg. Maar afgelopen week voelde ik me iets minder. Maar ik weet niet zeker of ik dat nou specifiek moet linken aan het feit dat ik... alleen zou zijn. En ook als je uit huis gaat, de pressure van oké, dan moet ik het echt zelf doen. Dus dat is meer iets wat soms dan bij bepaalde situaties dan ineens zo tegen je face wordt gedrukt. Van ja, zoek het lekker nu uit. Je moet het nu gewoon zelf handelen. Dat is iets wat ik lastiger vind dan het hele alleen zijn. Lang verhaal, lang. Maar hoe vind je inspiratie en vooral motivatie om voor jezelf te koken iedere dag? Nou, dat is dus ook weer een ding voor mij. Ik kan een soort van omheen nog een beetje. Omdat ik natuurlijk ook soms in de avond werk. Heb je dat net, dat kookmoment is er dan niet echt. En soms dan haal ik makkelijkere maaltijden. Of soms heb ik gewoon iets minder zin in iets groots. Dus dan heb ik, ik had van mijn pa 2 lasagne bakjes, weet je wel. Gewoon een lasagne of iets simpels. Maar ik denk dat ik het gewoon een beetje meer moet afwisselen. Ik had ook laatst gekookt. Had ik pasta gemaakt, dat was nog over. Heb ik gisteren dan op werk opgewarmd en in mijn pauze gegeten. En ik zit er natuurlijk nog niet zo lang en ik heb een beetje hele wisselvallende weken. Het is ook niet van 9 to 5 en dat ik thuis kom en elke dag op hetzelfde tijd, hetzelfde ritme moet koken. Dus ik denk dat het daarom ook iets minder vermoeiend en zo is. Maar het is op zich inderdaad wel een ding. Wat moet nou weer eten? Wat mijn vriendin doet, zeg maar mijn huisgenootje, die kookt dan op zondag gewoon 5 porties, zeg maar. En dan kan ze die gewoon gedurende de week of 2 weken, ik weet niet hoe ze het precies doet natuurlijk, kan ze die gewoon opwarmen en opeten. Dus dan hoeft ze niet elke keer naar school of werk te gaan koken. Dus dat is denk ik voor mij ook een goede tool om een keer uit te proberen. Hoe zijn buren? Vraagt een buurvrouw van mij. Tot nu toe prima. Ik heb eerlijk gezegd, ben dus ook best wel veel weg. Ik moet nog eigenlijk wel de meeste leren kennen. Het lijkt me wel gewoon leuk om dat een keer te doen met iets van een spelletjesavond of misschien iets... drankjesavond, whatever. De meeste mensen zie je de hal overheen lopen. Ik zal het even uitleggen, want ik zit zeg maar niet in zo'n huisje met 4 huisgenootjes. Maar ik zit in een heel groot kantoorgebouw. Dat is omgebouwd naar leefruimtes. Zit ik dus op 1 verdieping
met iets van 10, 15 man op één verdieping. En je hebt 6 verdiepingen. Dus het is gewoon heel groot. En je hebt een soort van een kruis, zeg maar, hal kom je naar binnen en dan heb je verder zo'n hal. Dus je loopt, komt tegen thuis te koken. Of als je naar buiten gaat of als je naar de wc gaat, weet je wel. De een heb ik nu al wat vaker of wat meer gesproken dan de ander. Maar ik denk dat dat op zich ook wel gewoon met tijd, nou, iets meer tijd zal kosten. Maar ja, de buurvrouw, ik vind je hartstikke aardig hoor. Maar ze had mij een keer lekker wakker gezongen om 9 uur 's ochtends op een zondag of een zaterdag of zo. En toen heb ik heel hard op de muur geklopt. Ik was helemaal niet boos, maar ik zat van, yo, ik wil slapen. Wat is het grootste voordeel aan op jezelf wonen? Wat ik heel fijn vind, tenminste wat ik al heel snel merkte, is dat ik gewoon heel veel creatiever ben. Toen ik thuis was met mama, ging ik gewoon heel snel met mama lekker een filmpje kijken. Omdat ik dat ook gewoon heel leuk vond en heel fijn. En even een Friends aflevering en even dit samen en even dit. En dat gaf altijd een excuus om dus niet te gaan editen of niet, weet je wel, te gaan tekenen. Ik had al echt 3, 4 jaar niet meer getekend. En eigenlijk gewoon de eerste week dat ik hier zat, ging ik al meteen weer tekenen. Dus dat is voor mij persoonlijk heel fijn. Ik heb mijn eigen ruimte. Ik kan nu gewoon filmen wanneer ik wil. Ik kan lekker editen. Ik hoef niet aan mijn moeder of mijn vader te zeggen van, oh, ik ga nu werken en ik ga naar werk daarheen. Of om 1 uur. Ik heb natuurlijk ook late werktijden van, oh mama, ik kom nu naar huis. Impulsief voel ik me vrijer om dingen te doen. Dat is best wel en een huismus en een mama's kindje. Dus als mensen met dingen kwamen, dan zei ik ook heel snel nee. En nu probeer ik ook meer ja te zeggen en gewoon een beetje meer te leven. Een beetje meer dingen te doen. Ja, er zijn heel veel pluspunten. Ben ik best wel een chaotisch mens, als in qua ruime omgeving. Mijn kamer was echt zo rommelig altijd. En voor mij is hoe het er nu uitziet zo, ja, opgeruimd. Er liggen nu af en nu nog soms, dan heb ik van die tussendagen dat er echt frutsels en dingen nog op liggen. Maar ik heb nu ook wel sneller de neiging en ook dat ik het gewoon zelf uit mezelf doe om dingen weer op te ruimen. En ik ben gewoon heel blij met hoe ik het nu heb ingericht. Dus ik zal ook binnenkort een roomtour maken voor jullie. Want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om dat te delen. Het is wel heel erg homey. Daar ben ik heel blij mee, omdat ik dus een huismisje ben. Ik hoor wel al van een paar mensen dat mijn huisje best wel chaotisch en heftig is. Dus als je hier kijkt, er gebeurt veel. Maar zo ben ik ook een beetje. Ik kan niet werken met een kamer waar alle deuren dicht zijn en alles is wit en zwart. Ook vind ik dat ook mooi, maar dat past gewoon niet of zo. Dus ik ben gewoon blij dat ik echt mijn spullen een plekje heb kunnen geven, zeg maar. Voelt het niet leeg helemaal in je eentje in huis? Nou, sowieso ben ik natuurlijk niet. Het is ook niet dat ik een eigen huis heb met meerdere kamers die ik alleen in mijn eentje heb moeten vullen. Ik zit natuurlijk gewoon in een best wel druk studentgebouw. En daar heb ik ook heel erg specifiek voor gekozen. Dat ik dus inderdaad niet dat hele eenzaam gevoel zou hebben. Ook omdat ik nu vooral gewoon, ja, ik ben 21 en ik werk. Ik betaal mijn eigen huur, weet je wel, ik leen niks bij. Ik ben echt gewoon fulltime, nou niet fulltime, maar met YouTube en Pathé zelf en alles bij elkaar is het eigenlijk wel fulltime werkende. En ik heb eigenlijk alleen maar mbo gedaan en dat vond ik niet echt voelen als een studie. Het is ook niet echt hetzelfde als bijvoorbeeld een hbo-studie, dat je dan uit huis gaat, dan in zo'n studentenomgeving gaat wonen en dan lekker dat hele studentenleven meekrijg. Ik heb dat soort van geskipt voor mijn gevoel. Nu heb ik gewoon geen behoefte om te gaan studeren. Vind ik gewoon niet chill. Vind ik gewoon niet echt leuk. Dus ik zat een beetje met, ja, dit is eigenlijk, dit is de perfecte half-half scenario, zeg maar. Ik zit wel in een studentenhuis en ik voel me ook soms nog, ik ben natuurlijk ook gewoon jong en niet super rijk. Dus je voelt je ook wel gewoon een beetje student. Maar ik ben het niet officieel. Maar ik ben wel omringd door andere mensen die student zijn. En meer met het uitgaan en zo. Dus daardoor ben ik toch meer, ik bedoel, iets meer van een studentenleven, laat maar zeggen. En ik vind het dan juist fijn. Je komt mensen nog tegen. Ik heb gewoon mijn werk. Met, weet je wel, YouTube is redelijk veel sociale dingen. Dus mijn huisje is eigenlijk gewoon juist gewoon een fijne plek waar ik dus echt prettig even alleen kan zijn. En gewoon mijn ding kan doen. En dat vind ik heel fijn. Daar ben ik dus gewoon best wel van. Dus nee, voor mij heb ik dat nog niet echt gehad, zeg maar. Ik heb dat misschien gewoon überhaupt niet. Heb ik zelf gespaard? Hoe heb ik mijn kamer gevonden? En wat betaal ik per maand? Ik had een potje staan nog van een beetje van mezelf, een beetje van mijn opa en oma. Die hadden mij toen ooit een tijd geleden geld achtergelaten, laat maar zeggen. Maar er was al wel wat van gebruikt voor camera en andere dingen. Dus er was nog wat van over. Ding is dus, ik was helemaal niet van plan deze periode uit huis te gaan. Niet helemaal niet, maar zeg maar, het zat wel in mijn hoofd van, oh, de optie uit huis gaan komt steeds, klinkt steeds aantrekkelijker. En ik heb er merkt dat ik er naartoe neig nu en het zou wel leuk zijn, maar ik had niet
concrete plannen en ik was niet actief op zoek, laat ik het zo zeggen. Ik was niet actief bezig met ik wil echt uit huis en ik heb me ingeschreven bij verschillende plekken en ik ga hier actief werk van maken om uit huis te gaan. Dat had ik helemaal niet. In een van mijn stories gezet van van zo'n vraag ask answer ding zoals deze. Van wat zijn je plannen voor 2019 of wat zijn je streefdingen of iets in die richting. En toen had ik gezegd van meer uploaden, meer dit, meer whatever en haha misschien wel uit huis. Maar dat was eigenlijk helemaal niet serieus. Het was gewoon niet serieus bedoeld, zeg maar. Toen reageerde Emma, dat is dus nu mijn huisgenootje, die DM'de van oh ja, er komt een kamer vrij, haha, roomies. En toen daagde eigenlijk wel een beetje het idee van nou, maar dat is eigenlijk wel interessant. Laat ik maar gewoon reageren. Heb ik via Gap me dus een motivatie gestuurd. En zij heeft ook mijn naam, ja, mij doorgegeven, zeg maar, van yo, vriendin van mij heeft interesse. En toen had ik me ingeschreven dus de dag erna en een beetje gecheckt van, kan dit? Weet je wel, kan ik dit financieel redden per maand? Is het mogelijk? En toen eigenlijk kwam ik uit op, ja, het is mogelijk, maar misschien moet ik gewoon dan wel iets harder aanpoten en ik moet gewoon prioriteit stellen. Maar het kan wel. En ik had altijd in mijn hoofd van, ja, ik ga maar niet uit huis, want ik heb het geld niet, ik heb de tijd niet. En als ik dan uit huis ga, dan heb ik geen tijd meer voor andere dingen. Wat dus nu uiteindelijk heel anders al uitpakt. Want ik heb al veel meer geëdit en gefilmd en getekend en gewerkt en alles dan dat ik daarvoor deed, zeg maar. Omdat gewoon je prioriteiten heel anders staan ineens. Toen had ik gebeld. Dit was juli. Gebeld en toen was van ja, leuk. En met die persoon, zeg maar, een beetje zo'n intakegesprek lijkt het dan ook. En eigenlijk, ik twijfelde heel erg, want ik wist niet zeker of ik nou vanuit kon gaan van heb ik het, laat maar zeggen. Ik had ook niet gekeken, niet langs geweest. Maar eigenlijk hadden we toen al een afspraak gemaakt voor mijn contracttekening. En zelfs toen twijfelde ik dus nog of ik het wel had, laat maar zeggen. Hadden we een afspraak gemaakt voor het contract en voor sleutels. Maar ik ging tussendoor met Carré op vakantie. Dus ik kon eigenlijk per 1 augustus kon ik al naar binnen. Erin trekken, laat maar zeggen. Maar toen zat ik in Spanje. Dus ik zei, ja, sorry, dat kan nog niet. Weet je wel, ik ben er dan niet. En toen kwam ik zaterdagnacht / zondag overdag terug. Het was, nou, kan je dan maandag de 6e. De 5e. En toen zei ik, ik moet van 9 tot 5 meteen werken. En ze hebben natuurlijk wel werkuren ook van 9 tot 5. Dus dat kon niet. Dus dan was het, oké, doen we dinsdag. En ik moest dinsdag om 1 uur werken. Dus was het eigenlijk meteen 10 uur 's ochtends kijken. Weet je wel, ondertekenen, sleutels, betalen. En ik moest aan het begin 700 nog wat betalen. En dat was dan borg en huur. Want mijn huur is hier €390. Dus inclusief. Ja, dus ik moest dat 2 keer betalen. En dat heb ik ook zelf helemaal gewoon betaald. Daarna later in de maand dan nog een keer de huur. €390 voor de volgende maand. Dus daar zijn we dan alweer. En toen ben ik gewoon woensdag gaan verhuizen. En verder, als je verder nog wat wilt zien, kun je dat zeg maar eigenlijk in de vlog zien. Dus zo heb ik het gevonden. Zo is het gebeurd. Ik moest ook me inschrijven uiteindelijk tussendoor. Zeg maar, ik moest me op woningnet.nl inschrijven en ik moest een paar dingen regelen. Ik moest ook een nieuwe verzekering afsluiten, want je gaat natuurlijk op jezelf en je valt niet meer onder alles van je ouders bijvoorbeeld. Eigen risico. Ik kost me nu €16 extra, dus €3,90 aan huur. Ik heb natuurlijk ook een zorgverzekering rond 100 nog wat. Vaste lasten als in Tele2, mijn telefoonabonnement, allemaal dat soort dingen. En toen ik dit allemaal had opgerekend, bij elkaar geteld, kwam het nog steeds goed uit. Dus toen, ja, is het gebeurd? Ik weet niet. Het was gewoon voor mijn ogen een beetje meant to be, zeg maar. Dus ik ben gewoon heel blij hoe ik hier nu zit. Ja, en als jullie nog meer vragen hebben, ik denk dat het ook wel leuk is om dit nog te doen over misschien 3 maanden of een half jaar. Maar als jullie dan nog een update qua Q&A willen, dan lijkt me dat ook heel leuk om te doen. Ik ben heel blij om te zien dat jullie zo leuk reageren op adulting. Ik wil echt ook meer fashion weer oppakken. En de filmreviews komen er ook weer aan. En ik heb weer plannen en dus meer tijd en meer creatieve inspiratie. Dus er komen veel meer dingen aan en ik ben heel blij dat mensen toch nog steeds supporten en dat het ergens ook nog weer blijft groeien. Dat ik nieuwe kijkers krijg, maar ook dat er nog steeds hele oude kijkers zijn die nog steeds gewoon leuk vinden. En dus ja, daar hou ik het vandaag bij. Dat was mijn hele verhaal over uit huis gaan tot nu toe. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen, eventjes te abonneren en dan zien jullie hier zo meteen in beeld. Mijn vorige adultings en andere video's, klik lekker door. En een hele fijne middag, avond, week en maand. Doeg!